De Rotterdammer die is opgepakt in een internationaal terreuronderzoek is de 57-jarige Nazi R. Hij zou nauwe banden met Hamas hebben en wapens hebben gezocht voor aanslagen in Europa. Ik praat erover met verslaggever Silvan Schoonhoven, die met Mick van Weele ook op dit verhaal is gedoken. Silvan, zeker. Wat kun jij vertellen over dat onderzoek? Het is een Duits en Deens onderzoek. Ja, wat is de achtergrond daarvan? Ja, en uitgerekend in de week dat wij in Nederland natuurlijk te horen gekregen dat het dreigingsniveau omhoog gaat. Hè, waarbij het idee was van nou, de spanning tussen Israël en Hamas, de oorlog, levert ook hier spanningen op. Nou, uitgerekend in die week wordt er iemand aangehouden die dan op zoek zou zijn geweest naar wapens. Gebruiksklare wapens om te gebruiken voor het plegen van aanslagen op Joodse instellingen in Europa. Ja, en het zijn dan inlichtingendiensten vanuit Denemarken en Duitsland ook die hem dus op het spoor zijn gekomen. Is het daarmee ook een groot door Europa verspreid onderzoek geweest? Daar lijkt het wel op, ja. En de Rotterdamse politie is gevraagd om deze aanhouding te verrichten. Nou, hebben ze gedaan. En vervolgens moet er gekeken worden van wat is nou precies de rol geweest van deze Nederlander in het grote geheel. Ja. En wat waren ze nou precies van plan? Was er bijvoorbeeld al een concreet doelwit in beeld? En waar was dat doelwit? Ja, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Nee, het lijkt erop dat niet in Nederland was. Maar misschien waren andere keuzes ook al mogelijk geweest. Ja. En Nazi R dus in Rotterdam-Zuid aangehouden. Wat weten we van deze verdachte? Nou ja, het is heel opmerkelijk. Gewoonlijk denk je natuurlijk, als je het hebt over een terrorismeverdachte, dan denk je aan iemand die weet je, uit het criminele circuit komt, bekering heeft doorgemaakt, radicale jongen, weet je wel, jonge mensen vaak, jonge mannen. Misschien poging gedaan om af te reizen naar het strijdgebied. Nou, dit is iemand die compleet niet aan dat beeld voldoet. Want het is een vijftiger, 56 jaar oud. Hmm. En hij zit in een scootmobiel. Ja. Heeft een jong kind thuis, heeft meerdere kinderen, is gescheiden. Nou ja, het voldoet helemaal niet aan het plaatje wat we hebben van iemand die op zoek gaat voor een terroristische groep naar vuurwapens om daarmee een bloedige aanslag te plegen. Ja, wat is zijn band met Hamas dan? Nou, hij duikt op, want wij zijn natuurlijk gisteren druk aan de slag gegaan om te kijken van wie is deze man nou? Kennen we die nou ergens van? Is die alles ergens in een strafzaak opgedoken, ja of nee? En wij waren er vrij snel achter dat hij vroeger bestuurslid is geweest van een stichting die heel erg op het netvlies staat bij ons. Namelijk, dat is de club waar ook Amin Abu Rashid deel van uitmaakt. En deze Amin Abu Rashid die is dit jaar in het nieuws gekomen omdat hij is aangehouden op verdenking van fondsenwerving voor Hamas. Ja. En dat dus die zat wel degelijk in diezelfde kring van Hamas-sympathisanten in Nederland. Ja, die verdachte is ook op leeftijd, voldoet eigenlijk ook helemaal niet aan het beeld wat ik net schetste. Het draait ook al heel lang mee in de scene, is ook al heel lang in beeld als een vermeend fondsenwerver voor Hamas. Is eigenlijk pas na jarenlang van verdenking nu aangehouden door de politie, omdat er 6 miljoen euro naar Hamas zou zijn gestuurd. De man had ook grote pakketten contant geld, 500 euro biljetten in huis liggen. In diezelfde stichting zit ook de man die deze week is aangehouden. Ja, want hoeveel mensen zijn er nu in totaal aangehouden in dit onderzoek? Is dat duidelijk? Ook over de grenzen of is dat op dit moment nog niet... Er zijn 3 mensen aangehouden, maar 1 Nederlander. Ja. Dus voor zover we weten is dit terroristisch netwerk, hè, als het dat ook inderdaad blijkt te zijn, zoals justitie denkt, heeft alleen maar 1 vertakking naar Nederland, maar... speelt zich vooral af in Denemarken en Duitsland. Ja, je zei al even, de terreurdreiging neemt, is toegenomen, is deze week naar buiten gekomen. In hoeverre heeft Hamas zijn pijlen gericht op Europa? Nou ja, helemaal niet eigenlijk. Tot nu toe heeft Hamas nooit iets gedaan in Europa. Hamas, zou je kunnen zeggen, is een soort, doet aan hyperlokaal jihadisme. Dus zij strijden tegen 1 vijand, dat is Israël, en die strijden ze daar en niet in de rest van de wereld. In tegenstelling tot sommige andere Palestijnse groepen, die, dat weten we maar al te goed, uit de jaren 70 nog. Hè, het een na het andere vliegtuig werd gekaapt, gijzelingen en zo. Dat was aan de orde van de dag, niet alleen daar, maar juist in de rest van de wereld, om de aandacht van de wereld te vestigen op het probleem van die Palestijnen. Dat heeft allemaal... Die tijd is wel zo'n beetje voorbij. Nu lijkt het dus op dat justitie denkt dat Hamas een aanslag wilde plegen op Joodse instellingen in Europa. En dat roept natuurlijk de vraag op van, waarom zouden ze in hemelsnaam in Europa een aanslag gaan plegen? Dat lijkt heel erg niet te kloppen met
de doelstelling die Hamas heeft, namelijk het gezag en de steun voor Israël ondermijnen bij landen die traditioneel steun geven aan dat land. En hoe doe je dat niet? Nou ja, je wilt natuurlijk geen aanslagen plegen op Europese grond om vervolgens de publieke opinie weer te doen doorslaan in de richting van Israël. Dat is een grote raadsel. Ja. Waarom wilden ze dat doen? Wat is de strategie daarachter? Jij gaat al langer mee natuurlijk ook op dit dossier, hè, van terreurdreiging. Wat is jouw filosofie dan? Wat zou dat dan kunnen zijn? Heb je daar een idee over? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik hoop daar vanmiddag nog wat meer deskundig over te spreken, over wat hun denkbeeld is. Ik weet wel ongeveer wat er gezegd wordt over Hamas. En daar zijn verschillende stromingen in. Je hebt daar pragmatici, je hebt de hardliners, je hebt de mensen die wel een overlegmodel willen met Israël uiteindelijk. Ze hebben een lange termijn visie, dus het gaat ze niet op wat ze op de korte termijn, of ze nou wel of geen steun hebben. Ze kijken echt op de lange termijn. Maar ik zie ook zelf nog niet helemaal hoe een aanslag, ook in die lange termijn visie, nou kan bijdragen aan het realiseren van het doel van Hamas. En het doel is natuurlijk, nou ja, op zijn minst een twee-staten-oplossing. Maar het liefst willen zij natuurlijk Israël gewoon in zee drijven. En heel Palestijn, het hele gebied eigenlijk bevrijden, zoals zij het noemen. En dat is natuurlijk buitengewoon slecht nieuws voor de Israëli's en de Joden die daar wonen. Ja, goed. Jij gaat dus verder op onderzoek uit wat er dan allemaal de achtergronden zijn van deze zaak. Als het over die Nazi-R gaat, staat daar de komende tijd aan te komen? Is daar zicht op qua voorgeleiding, et cetera? Nou ja, hij wordt voorgeleid. Hij wordt uitgeleverd aan Duitsland. Overgeleverd aan Duitsland. Daar wordt hij aan de tand gevoeld. En dan is het daar wachten op de eerste rechtszaak, waarbij meer details naar buiten komen over wat deze groep nou van plan was en hoe concreet het eigenlijk al was. We begrijpen, er waren al wapens bij die groep aanwezig. En dat betekent dus dat het niet om een soort theoretisch idee ging, een lange termijn idee, maar dat er misschien wel op korte termijn iets stond te gebeuren. En in dat geval, als dat blijkt te kloppen, dan is toch een hele vreselijke aanslag is op die manier voorkomen. Oké, Sylvain, als er meer ontwikkelingen zijn, dan spreek je graag weer. Dankjewel.